Het is tijd voor de sport. Afgelopen zondag werden in het amateurvoetbal de eerste ronde van de competitie gespeeld in de lagere klasses. En weer gingen kijken in de vierde klasse D naar de wedstrijd van Heidse tegen FC Maaschouw. En waar Arjen Robbe bij FC Groningen terugkeert, heeft ook Heidse een verloren zoon die terugkeert op het ANS. Koen Stoop, die er ruim 10 jaar bij Veritas op heeft zitten, zijn we als aanvoerder het veld oplopen voor zijn ploeg Heidse. En dat vooral bestaat uit een hele grote groep jonge spelers, die door de ervaren spits die ook als assistenttrainer aan het seizoen begint op sleeptouw genomen moet worden. De tegenstander van vandaag is geen makkelijke. FC Maaschouw, de visieploeg van Wessem en Toor, komt op bezoek. En dat is een ploeg die de afgelopen jaren vooral bovenin met het gedraaid in die vierde klasse. De gemiddelde leeftijd van FC Maaschouw is echter niet veel aaier als die van Heidse. En net als Heidse heeft Maaschouw een ervaren aanvoerder in de persoon van Bart Joris. Twee jong ploegen dus die aanvallend willen spelen. Alle ingrediënten zijn aanwezig op deze zomerse middag op het sportpark in Heidse voor een aantrekkelijke wedstrijd. Het is Koen Stoop, het spelertje van de week. De kans geef om alvast een keer de bal in het net te schieten. En ik beloof ik alvast dat dat niet de laatste keer zal zijn dat er in het net verdwijnt deze middag. En zoals wel dukker op een zomerse nazomerdag is het best wel druk op het sportpark. Veel mensen die komen kijken naar de eerste toetswedstrijd van Heidse in het nieuwe seizoen. Heidse dat de eerste kans kreeg in het diepe bal van Koen Stoop. Bereikt Bien als in de medespeler, maar ook keeper Stef Azakriti is niet van plan om op de doellijn te blijven staan deze middag. En komt op die troet. Aan de andere kant is dit spits Gijs Hanze van Maaschouw. Hanze de slalom door de verdediging her. Zoekt de achterlijn op, maar moet dan ook even terug. Wachten op aansluiting. De Kumpioog in de persoon van Tuur Gubbels. Gubbels trekt naar binnen en er moet een keer een voorzet gaan komen. Maar Gubbels keest ervoor om de ruimte te zoeken aan de zijkant. En daar staat Pim Breedijk. Met opkomende bek. De altijd wel een voorzet roet weer te halen. En ook hij de bal voor kreeg. Toet bij Jeroen Corbeij. Hij kreeg de voet er wat tegen en de bal gaat neer van de goal. Dan een keer Heidse droet met een hoge voorzet. En dan gaat de keeper van Maas gewoon de bal door. Maar ook Lent Frenke van Heidse kent bij de bal. En dan kan er opgeruimd weer en is de kans weer even verkeken. Van het slaan goed verdedigen aan de kant van Maaschouw. En dan gaat de keeper binnen ongerood. Kreeg de voet er nog wel tegen. En Heidse zit dus Maaschouw onder druk op eigen helft. Op nu Daan Engelen voor de zijkant. Engelen met een prima voorzet en de kopbal. Die gaat niet richting de goal. En zo zijn er toch stiekem het kenskes voor Heidse. Terwijl Maaschouw eigenlijk de bal het meer in bezit heeft. En ook aanzet. Er komt op nu een kans aan. En dat is de redding van keeper Jasper Bergervoet van Heidse. Die goed naar de bal blijft kijken. 0-0 dus in die eerste helft. En Wim gaat als eerste de band breken. Op nu is er een kenske voor Maaschouw. Dat is vuil op de helft van Heidse te vinden is. En Heidse loert dan op de counter. Diepe bal, keeper kan de goal en dan is de goal leeg. Wim is eerder bij de bal, wordt het te treffen, wordt het doelpunt en dan is er een overtreding gezien. En dan gaat de bal op de stip. Het was Daan Engelen die vrij door kost lopen richting de goal. En dan is ook nog de vraag of er natuurlijk een doelpunt onschadelijk gemaakt wordt. Het is een duel tussen twee spelers en als ze dan de penalty geeft, omdat Daan Engelen er niet meer bij kan, dan kan ze misschien ook wel een rode kaart geven. Aan aanvoerder Bart Joris. Maar dat lot blijft Maaschouw voor haar gelukkig bespaard. De bal gaat al op de stip. En dan vindt de scheidsrechter dat Maaschouw genoeg gestraft is. Het is natuurlijk de aanvoerder van Heidse, Koen Stoop. Die de bal op de stip mocht liggen. En in zijn eerste competitiewedstrijd voor Heidse mocht scoren. En dat uit er ook. Hel in de hoek geschoten. Keeper Stef Azakriti geeft de goeie kant op. En zit in de buurt, maar de bal is te hel om nog te kunnen pareren. En dan zijn ze blij bij Heidse. Want dan heeft Koen Stoop zijn eerste treffer van het seizoen al meteen achter zijn naam staan. 1-0 voor Heidse. Toch wel een beetje tegen de verhouding in. Want Maaschouw heeft de bal, zoals gezag, het meeste in haar bezit. En Maaschouw geeft dan nog gelijk naar dat doelpunt op zoek naar een gelijkmaker. Met de bal over de zijkant. Daar is Colin Eijer. Eijer met de voorzet. En daar is de kopbal en een prachtig doelpunt. Waar dan een vrije trapper van Jeroen Corbeij, die voor zijn man komt. En de bal onhaatbaar voor de keeper bij de eerste Paul Binnenkup.
Prima kopbal Oedebuske en Maaskou dus weer op gelijke hoogte. En dus heeft Heidse maar één minuutje van de voorsprong mogen genieten. En het is alweer gelijk. Koen Stoop. Dolt zien het tegenstander. Stoop. Goed kappen van de man. Nog een keer goed kappen. Ja, het publiek vindt dit prachtig. Dan de voorzet. En zo waren nog het kansje voor Heidse. Op het laatste moment verdedigd door Maaskou. Koen Stoop. Nu al de publieksleveling van Heidse in het nieuwe seizoen. Achterin moet Heidse echter goed opletten, want ook een Maaskou alweer. En die hebben een mooie combinatie in hoes. Bal richting de tweede paal, wordt verdedigd. Keeper moet de goal. De bal wordt dan niet goed weggewerkt en binnengeschoten door Bart Joris. De aanvoerder van Maaskou is met naar voren gegaan. En hij schiet de bal binnen. En brengt dan Maaskou op voorsprong. 1 tegen 2. En dat allemaal binnen een paar minuten. Want zo lang na de penalty van Koen Stoop zitten voor hier nog niet. En Maaskou heeft de achterstand al omgebogen in een voorsprong. Volgende aanval van Maaskou in de maakt. Met Gijs Hanze. Druk liggen. Dat is de voorzet en de goal. Dit keer is het Tijn Korsjes. Hij voorziet de man Hoedkump en de bal binnen schiet. En hij scoort de 1 tegen 3. En dan gaat het wel heel vlot. Prima doelpunt. En zo zien we dat bij Maaskou verschillende spelers in staat zijn om te scoren. Eind 3 is dan ook de ruststand. Dat is voor gaan kijken naar beelden uit de tweede helft. Met een gelukje de uitbraak van Maaskou. Op zoek naar de eindveer. Van Maaskou is Jos van Rooij in de ploeg gekomen. Dat kent Vrie richting de keeper. Maar moet dan terug wachten op aansluiting. En dan komt het shot. En dat gaat voorlangs. Opnieuw een grote kans van Maaskou. Dit keer geen treffer. Eind tegen 3 op het scorebord. Is de wedstrijd dan al beslist? Nee, als Heidse nog een keer weer te scoren. En daar komen kansen voor Heidse. Hier is Dan Engelen op weg naar de goal. Maar hij wordt dan tegengehaaien door een verdediger. En dan is die kans voorbij. Maar de scheidsrechter heeft een overtreding gezien. Vrije trap dus voor Heidse. Natuurlijk Koen Stoop in de korte hoek. En de bal gaat net neven de pol. Het scheelt maar heel weinig. Of Stoop scoort de aansluitingstreffer. En als het 3 tegen 2 wordt, dan is de wedstrijd natuurlijk weer spannend. Opnieuw Stoop met een hele fraaie pas. Metgenomen door Martijn Vrenke. De kin richting de goal. En dan is de keeper op het ietrood. Aanname van Vrenke net niet goed om de bal binnen te kunnen schieten. Aan de andere kant weer Maaskou. Prima voorzet. Keeper zit mis. Bal weggekup. Shot vanuit de tweede lijn. Net neven. En zo zijn we genoeg kansen ook in die tweede helft. Maar vooralsnog geen doelpunten. Diepe bal. En daar komt Heidse weer. Daar komt de kans aan. Daan Ingelen moet nog één man voorbij en is dit een overtreding? Het is een overtreding, de scheidsrechter flut. En wat gaat er dan geven? Een vrije trap, want het was boete, de 16 denk ik. Nee, ik heb een penalty. Strafschop voor Heidse. En dat is een cadeautje, want de overtreding was boete, de 16. Koen Stoop voor de 3-2. En de redding van de keeper, maar in tweede instantie dan toch binnengeschoten. Doelpunt komt op naam van Michael Nieskes. Die als eerste bij is om de rebound binnen te schieten. Nadat Azakriti de penalty stopte van Koen Stoop, werd het dus toch 3 tegen 2. Omdat de invaller van Heidse goed zijn op te letten. En dan hebben we voor nog ruim 10 minuten te spelen. Want er zal ook nog wel het blessure TB komen. En dus maar weer eens de lange bal van Thijs van Montfort. Zeuken natuurlijk naar een van die spitsen. Waar ook in weggewerkt werden. Komt dan bij Koen Stoop. Daar kan Sjeet toe te draaien. En dan geen doelpunt. Daar was Heidse heel dun bij de gelijkmaker. En dat was een sensatie geweest. Keeper Stef Azakriti heeft echter een antwoord klaar op dat shot van Koen Stoop. 2 tegen 3 en we gaan de slotfase in van een hele spannende wedstrijd. Kan Heidse nog op gelijke hoogte komen? Weer een keer zo'n lange bal. Is dit een overtreding? Scheidsrechter fluit en is de bal op de stippend liggen. Dan is het zowaar de kans op 3-3. Gaat er een penalty geven, want het leek me geen zware overtreding. Nee, een schwalbezetter. Geen penalty voor Heidse. En de vrije trap is voor Maaskou in de eigen 16. Maaskou met de schrik vrij, want ze dachten dat ze een penalty tegen zouden krijgen. Colin Eijer heeft de bal en kan alleen door op de keeper. En is dit een overtreding? Scheidsrechter heeft gefloten en kan misschien wel een rode kaart vergeven als de overtreding boete de 16 is. Maar hij kan ook nog een penalty geven. En dat gaat er door. Hij wies naar de stip. Overtreding weer op de rand van de 16. En de scheidsrechter likt de bal opnieuw op de penalty stip. Dit keer echter voor Maaskou. En dan meldt zich voor de penalty Sander Reuterink. De invaller achter de bal en hij schiet hem binnen. 2 tegen 4 van Maaskou bij het scheiden van de markt. En dan liet mij deze wedstrijd beslist. Vanaf de penalty stip is het invaller Sander Reuterink die de wedstrijd beslist.
Maaschouw gaat winnen in Heidse. Slotfase van de wedstrijd en het is nog altijd niet gedaan. Jo, dit is diepe bal van Martijn Vrenke. De vindende medespeler komt tot de goal en vuur langs. Wat een kans was dat voor Philippe Schonkeren. Die door is gelopen, maar de bal niet achter de keeper van Maaschouw kreeg. Maaschouw door nog een keer uit. Verwachten op het laatste fluitsignaal dat nu elk moment zou kunnen komen. Maar er komt toch nog een shot aan en dan valt er binnen. Wat een mooi doelpunt van Sjors van Rooij. Ook een invaller aan de kant van Maaschouw. En daar schiet de bal in de kruisingzek. Wat een mooi doelpunt. Misschien wel het mooiste doelpunt van de dag. Komt op naam van Sjors van Rooij. En Maaschouw wint met 2-5. Enigszins geflatteerd van Heidse. En een spannende slotfase zo gevoel. En Maaschouw die er toch wel verdient met de 3 punten vandoor gaan. Maar ook Heidse hoeft zich zeker niet te schamen voor deze wedstrijd. Dat is proficiat met de overwinning. 5-2. Dat is een goeie start van het seizoen voor ik. Dat zeker. We kunnen blij zijn met de 3 puntje. In het begin zat er nog niet heel lekker in de wedstrijd. Maar ja, komen we ook 1-0 achter. Eigenlijk een beetje tegen het spelbeeld in. Maar gelukkig maken we heel snel de 1-1. Dat is in ons voordeel. Stormachtige 5 minuten. Van 1-0 achter naar 3-1-4. Ja, zeker. Dat is ook zeker geholpen in, in de rest van de wedstrijd. Want als ze met 1-0 achter de rust in geest, dat hij ook sommige keer. Ja, dan was het toch een heel andere tweede helft geworden en had je die een ander spel kunnen gaan spelen. Ik moet zeggen, heb ze natuurlijk lang niet gevoetbald. En dan merk ze dat het eigenlijk een te korte voorbereiding is. Ook veel blessures, ze is met vakantie. Heb ze met het team nog niet compleet kunnen voetballen. Ook veel blessures. En dan begint ze gelijk tegen Maaschouw. En goede ploeg. Die blijven heel goed voetballen. En daar had je wel moeite met op het begin. Ik denk, we begonnen goed. Scherp aan de wedstrijd. En dan zie je dat hun voetballen toch net wat verder zijn als wij. En dan maken wij nog de 1-0. Normaal gesproken, voor mij met de regels is het gewoon een rode kaart. Komen ze 1-0 voor. En dan is het gewoon heel stom dat wij zelf binnen een minuut weer dat het 1-1 zijn. En dan weten ze dat het gewoon een moeilijke middag blijft. En dan maken ze een paar foutjes was in de vierde klas wel eens maken, in de vierde klas niet. En dan komen ze 2-1 en 3-1 achter. En nog rust herpakken was heel erg goed. Laat gaat in de tweede helft een beetje vieren. Hè? Je gaat niet meer vol op aanval, maar dat hoeft niet dat ze 3-1 first heeft. Ja, we proberen gewoon voetbal in het goed te komen. Maar dat lukt dus in de tweede helft ook minder. Maar Ziegingen gaat opportunistische voetballen met lang bel. Daardoor werden het hectischer bij ons achterin. Maar op het vrije trappen nou eigenlijk geen hele grote kansen weggegeven. Maar in de laatste 5 minuten maakt ze dan toch nog het verschil. Gelukkig neemt ze de 3 puntjes met de beste mentor. Uiteindelijk weer een penalty. Volgens mij was ze niet binnen de 16. Maar dat was een mazzeltje. Ja. Ja. 3-2 en dan komt ze zo weinig terug in de wedstrijd. Ja, inderdaad. En ik mis zelf natuurlijk de penalty. Dus dat is jammer. Maar gelukkig hij ging er uiteindelijk in. Dus dat maakt niet. Hij ging erin, ja. En dan ga je toch met meer mensen voor de bal voetballen. En dan zie je gewoon dat het tegen hun... heel gevaarlijk is en snelle mensen en dan maken ze nog 4-2 en 5-2 en dat is denk ik heel geflatteerd vandaag. Wie zat krijgt kansen in de vierde klas? Dat is nog lastig te zeggen eigenlijk. Vorig jaar rijden we natuurlijk 4 of 5 andere ploegen erbij. En nu is het toch maar afwachten met wat die nu ploegen en wat die erbij hebben gekregen. Maar vorig seizoen inderdaad, jammer dat we door de corona eigenlijk met zo'n groot seizoen dat is beëindigd. Maar nu is het even afwachten ook wat de rest er nog bij heeft gekregen en afwachten wat die andere ploegen wat die laten zien. Je gaat er in ieder geval voor, dat heb ik al gezien vandaag. Dat zeker, we zullen stinkende best doen. Ik wil Geert terug kunnen heetsen, maar om alleen te gaan voetballen in de 4e en 4e klasse, dat zou ik niet helemaal zitten. Dus ik wil jou Geert wat meer kunnen doen binnen het team. En dat als aanvoerder op het veld kussen natuurlijk. Maar ik heb zelf mijn TC3 diploma, dus ik wil in de toekomst ook als trainer aan de slag. En ik dacht, dat is natuurlijk een mooie opstap om bij Heids in de 4e klas als assistenttrainer te beginnen. Dus ik geef gewoon 1 keer in de week met training en 1 keer in de week train ik voluit. En dan op zondag voetballen en vanuit het veld zo goed mogelijk proberen aan te sturen. Ja, bijzonder, een dubbel rol. En is dat voor zichzelf ook wel een aanpassing? De stap maken ze bewust. Dus de wet van tevoren dat het anders gaat zijn. En dan merken ze wel dat het... Dat het jonge jongens zijn. En dat is wel mooi. Ze willen allemaal. Het is ook op het trainen. Het trainen gaat gewoon heel goed.
Alleen dan ook in de vierde klasse is heel anders voetballen. Dan mogen ze gewoon fouten maken. Dat zussen die mogen ze vandaag niet maken. Dat kreeg ze gelijk de tegendoelpunt. En vorig jaar denk ik dat heeft ze gewoon heel veel uit gescoord. Het bal in de diepte. En dat gaat gewoon niet. Die stonden ze gewoon beter opgesteld en dan lukt het niet. En wat wij veel meer moeten gaan doen is gewoon durven te voetballen. Dus gewoon balletjes in de voeten, lichaam ertussen sterk zijn en gewoon doorvoetballen. En de tweede helft gaat dat stukken beter en dan zien ze ook dat we gewoon met kunnen in de vierde klas. Dus het is volgende week weer een nieuwe kans.